Dat zal moeten lukken. En zie of het het doet of niet. Hallo, dag iedereen. En vandaag zijn we terug bij weer al een aflevering waarin ik een diertje naar keuze ga voorstellen. En indien mogelijk ook laat bijten of steken. En vandaag hebben we in de aanbieding watertorren of waterroofkevers. En er zijn verschillende soorten waterroofkevers of watertorren. En de bekendste is natuurlijk de grote geelgerande watertor of waterroofkever. Want die dieren zijn bekend voor het feit dat ze vissen kunnen aanvallen. Nu, de diertjes die ik hier heb zijn een pak kleiner, want dit is de gegroefde haarwaterroofkever. Of zoals we hem vanaf nu zullen noemen, de gegroefde watertor. Of zoals Supercontent het zou zeggen, de watertor. En waterroofkevers hebben hun naam natuurlijk niet voor niks, hè. Het zijn rovers, dat betekent dat ze jagen op kleine waterdiertjes. En ze doen dat vrij actief, hè. Je ziet, ze zijn heel snel en ze zijn heel hevig ook. Watertorren hebben natuurlijk alles om goed in het water te kunnen zwemmen, hè. Hun dekschilden zijn afgeplat zodat ze beter kunnen duiken. Ze kunnen dus via hun achterwerk lucht meepakken. En ze hebben achterste poten die eigenlijk op roeispanen lijken. Dus die grote behaarde pootjes, daarmee kunnen zij heel snel zwemmen. Maar als het moet, kunnen zij ook vliegen. En dat is iets wat we niet vaak herinneren. Maar al die waterdieren, al die wantsen en ook al die waterkevers kunnen in principe vliegen. Maar waarom doen ze dat niet zo vaak? Wel, het komt er eigenlijk hierop neer. Die dieren zijn aangepast om te zwemmen en in principe, als het niet nodig is, vliegen zij ook niet. Maar stel, de waterpoel loopt leeg, dan moeten ze natuurlijk snel naar een nieuwe poel kunnen vliegen. Dat is hem. En je ziet heel goed dat hij kaken heeft, vind ik hier. Dus we zullen zien hoe gezellig dat is om je vinger daarin te steken zo meteen. Maar ze hebben dus redelijke grote kaken en die grote roeispanen waarmee ze dus ook nog wel wat kunnen kruipen. De waterroofkever laten bijten is misschien al de moeilijkste opgave. Ja, dat zal moeten lukken. En zie of het het doet of niet. Ja. Ah ja, een klein beetje. Doe het nog eens. Nou, hij is niet erg geneigd om te bijten, ook niet hoor. Dus het valt wel mee. Ja. Eigenlijk valt het nauwelijks op dat hij bijt, dus. De gegroefde haarwaterroofkever. Nauwelijks voelbaar. Echt waar. Ik overdrijf eigenlijk nooit wanneer ik deze experimenten doe. Ik vind dat jullie de echte reactie mogen hebben. Dus ik heb echt niet overdreven bij de krab of het bootsmannetje. Maar de watertor, tenminste deze soort, nauwelijks voelbaar. Ik zou het vergelijken met de rode mier. Je voelt van, ah ja, iets heeft mijn vel vast. Maar het deed niet pijn. Het was gewoon, ah ja, er zit iets aan mijn vel te knabbelen. Maar het deed echt geen pijn, echt waar. Waterroofkevers, ze kunnen bijten. Maar de gegroefde, daar zal je alleszins geen pijn van hebben. Ik hoop ooit de geelgerande watertor nog eens te vinden. Die zou een pak steviger moeten bijten. Maar voorlopig, ik zeg het, als je al die andere soorten ziet,
geniet gewoon van hoe mooi dat zij eruit zien, want ze zijn ongevaarlijk. Ik zie jullie graag terug in een volgend experimentje. Dag hè. En zwemmen maar. Ti 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 ri 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 ri. Ti 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 ri 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 ri.